Dag dames en heren. Ja, ook de jonge ijsbeertjes in Diergaarde Blijdorp, ja, die genoten zichtbaar van het mooie voorjaarsweer vandaag. Moet u nou eens kijken wat een schattige foto Henny Brouwers uit Spijkenisse heeft gemaakt en naar mij opgestuurd. En daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee, want dan kan ik hem ook met u delen. Nou, als we kijken naar het weerbeeld voor de komende nacht, ja, is het helder en koud in het Rijnmondgebied. Temperaturen rond het vriespunt tot zelfs een graadje vorst mogelijk in de oostelijke helft van de regio. In de nanacht kans op mistvorming ook. En dat betekent automatisch morgenochtend misschien wel uw auto eruit te krabben. Ja, en dan morgen overdag, nou, als het ochtendgrijs is verdwenen, dat gaat heel snel, is het prachtig weer. Zon overgoten, slechts wat lichte bewolking is er aanwezig. Het wordt maximaal zo'n 10, 11 graden en dat bij een zwakke wind uit het zuidoosten. Dus ja, in de zon voelt het echt aangenaam aan. Ja, en dan na morgen zien we op donderdag en vrijdag mooi weer terug. Het is overwegend zonnig. Donderdag een graad of 12, vrijdag een graad of 10. Koude nachten, 's nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het weekend meer bewolking, misschien zondag ook een buitje, dat is nog een beetje onzeker. Spatje regen, temperaturen gaan wel naar beneden, een graad of 8 nog maar overdag. 's Nachts temperaturen eerst nog rond het vriespunt, maar in de nacht naar zondag tijdelijk meer bewolking. En dan komt die temperatuur even wat hoger uit. Nou, ik neem afscheid van u met een fraaie lenteplaat van Ed van der Pad uit Ridderkerk. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's de komende tijd? Stuur ze gewoon in naar weerfoto@rijnmond.nl. Nog een fijne dag.